Zeg hallo. Gewond, maar niet gebroken. Kijk uit. Oh, hij is stoer. Pak dit. De patronen raken op. Tijd voor een strategische terugtocht. Mooie look. Patrick, laten we over reptielachtige lezen. Hey Dan, verrassingsbom. Zelfs Elon Musk heeft nooit gedroomd van zo'n raket. Geef het op nu het nog kan. Richten. Doel gedetecteerd. Uh-oh. Bijna mis. Goedemorgen. Ochtend. Luilak. Blij dat je niet vergeten bent hoe je moet schrijven. Willen jullie winnaars zijn? Oké dan. Ja, mijn uitvinding veroorzaakte problemen. Campagne mislukt. Het einde van papieren torpedo's. Jullie zullen brieven dragen. Dus je houdt van spelen? Ik hou van plezier maken. Mijn partner en ik zijn er lekker klaar voor. Bedankt, we zijn goed. Rustig, idioot. Nou, oké, jongens. Ik zal een spannend spel voor jullie organiseren. Herijzenis van George? Mijn noodplan. Woeps. Eindelijk. Ik zal geamuseerd worden. Ik heb er altijd van gedroomd om op deze knop te drukken. En mogen de kansen altijd in uw voordeel zijn. Oh, High Security College. Vaarwel de lucht van vrijheid. Waarom zoveel paniek? Ik snap het niet. Cool feest en interessante muziek. Het lijkt erop dat er een onverwachte dosis verwarring à la Mrs. Pierce zelfs onze verstokte strijders verenigt. Het opzetten van martelkamers hier? Beken! Houd tenminste de menselijke anatomieposter. Of we worden wild hier. Je hebt deze bloementekeningen gemist. Wacht eens even. Patrick is zo stijlvol. Geweldig! Hij is erin geslaagd om chic te vertrekken. Binnenkort zal je wereld veranderen. Ik heb deze symbolen al gezien. Oh, een telefoonnummer? Iemand vindt me leuk. We zitten opgesloten. Stapelbedden rond. Het is Squid Game. Cool, laten we een geheime kamer bouwen. We hebben een ontsnappingsplan nodig. Deelnemers, jullie zijn binnen voor de proeven. Ufo, ben jij dat? Nu al gestopt? Schuif op. Dan, daar is mijn bed. Wat is er mis met jou? Ik probeer positief te zijn. Ontmoet mijn beste vriend. Portret op ware grootte. Om nooit van hem te scheiden. Het was een vreemde droom. Hoewel de duif te veel is. Mooi toch? Patrick zit voor altijd in mijn hart. Ik heb genoeg gezien. De mannelijke modus is aan. Hey meesterbrein, kom naar beneden en dans met me van hand tot hand. Auw! Ik hoop dat er niets gebroken is. De roze strik betekent één ding. Tijd om de cadeaus te controleren. Je denkt toch niet dat het een explosief is? Vertel ons je geheimen. Celgenoten, ik viel gewoon. Zien jullie dat niet? Wat kan het ons schelen? Een interessante schaduw. Wow, de stem van de waarheid is niet gierig. Ik hoop dat ze de juiste maat hebben gekozen. En ik dan? Oh, sorry. Er lijkt er nog één over te zijn. Moet bij je passen. Nu hoor ik ook nog eens bij je team. Sandra, kijk eens. Zal niet in de war raken met de nummers. De bijnaam is klaar. Laten we ze passen. Nu zullen jullie bekennen, criminelen. Wie heeft het gedaan? Jij? Of misschien jij? Loser. Mijn wraak is nabij. Hooligans, onthoud. Waag het niet om genade te smeken. Hij is zo grappig als hij boos is. Wow, ik heb een cool idee. Het is tijd voor herinrichting. Niet geïnteresseerd? Hoe verder, hoe wilder. Psst, de jonge dame heeft problemen. Golfgekleurd bed. Schiet op, Dan. De metgezel wordt gek. Kijk, nou, de kleur is te meisjesachtig. Maar goed, waar is ze gebleven? Een beetje meer? Een hoogtepunt in mijn interieur. Het is toch gaaf geworden. Nou, er is geen plaats voor bleekheid in mijn ontwerp. Een paar laagjes en je straalt. Werk goed. Ik word opgeofferd voor architectuur. Ga weg, Dan. Het meeste werk is af. Bijna afscheid genomen van mijn hand. Wat als ik voor altijd half smurf ben? Ik weet hoe ik kan helpen. Het belangrijkste is nu om te geloven. En hard werken met afvegen. Hoop dat haar poetsmiddel niet erg duurzaam is. Halleluja, ik ben mezelf weer. Let gewoon op je handen. Wauw jongens, een teken van boven. Ik weet zeker dat Patrick mij ook mist. Ik kan die gekke verhalen niet meer bijhouden. Ik voel dat er nog veel meer verrassingen in het verschiet liggen. Jullie zullen samen meer plezier hebben. Leuk, nietwaar? En tot slot een belangrijk detail. Ontmoet je nieuwe vriendin, Louise. Mijn hart zegt me dat ze een geweldig stel zijn. Laat het genie plezier hebben. We zullen creatief zijn. En de symbolen zullen de geesten opvrolijken. Waar zou je heen gaan? Nou, er zijn niet veel opties. Jij wordt een amulet voor kracht. En ik zal een cirkel ophangen voor beter hersenwerk. De laatste aanraking van exclusieve Feng Shui. Toch ontbreekt er iets. Blijkbaar is de kamer te leeg zonder mijn helende energie.
besloten. Het lijkt erop dat onze interieurgodin een ander creatief plan heeft. Uitstekend! Geloof dat de aura als wifi werkt. Hoe is ze op de universiteit gekomen? De tijd is gekomen. En jij gaat met mij mee. Schiet op, deelnemers. Het schema is krap. De collage is fantastisch. Blijf hier hangen en verbeter mijn humeur. Ik hou van Huggy Wuggy. We zijn onafscheidelijk. Wauw, exacte kopie. Partner, het is tijd om te werken. Plezier gehad, nu is het genoeg. Op naar de test. Ik dacht dat we verbonden waren. Laat me met rust, verrader. Ik kom niet lager dan de eerste plaats. Ik moet autoriteit tonen. Oké, het zij zo. Ik zal voor één keer het voorbeeld van de meute volgen. Kampioen Sandra staat in de startopstelling. Welkom bij de eerste ronde. We hebben geen tijd om ons voor te bereiden. Eliminatiespel, kinderen. Dat is nog enger. Klaar om te beginnen, jongens? Ik ben bang dat ik flauw val tijdens het spel. Met zo'n pop is de kans klein. Stop! Over wat voor bereidheid heb je het? Vergeet het laservizier niet. Aan de slag, Dan! Ik kan het! Gelukkig heb ik mijn veganistische poeder meegenomen. Hey bro, kijk naar die mafkees. Het is nog erger dan ik dacht. Fout! Deelnemer 067 is uit het speelveld. Ware schoonheid kent geen grenzen. Zelfs bij Squid Game. Rood licht. Groen licht. Oeh, een zucht van verlichting. Ik zal iedereen wegblazen met deze glitter. Is er iets mis met mijn blos? De speler is ontdekt. Taak, onmiddellijke vernietiging. Niet met verse make-up. Hippie heeft de speeltuin vernieuwd. Suikerkoekjes zullen je doen herleven. Een parallel universumportaal? Deze geheime kamer is de werkplaats van de schepper. Jongens, we gaan iets chiques bouwen. Waar is iedereen? Vreemd. Hallo, slimmerik. Ik weet niet hoe het heet, maar ik wil er één bij mijn bed. De gouden regel. Eerst pakken, dan thuis uitzoeken. En een plakband zal zeker van pas komen. Voilà, we hebben een cool geheim huis, meiden. De slinger is geweldig. Bedankt voor de suggestie voor de renovatie, Sandra. Heb mijn best gedaan voor het algemeen belang. Ja, verlies je enthousiasme niet. De tijd voor rust is om. De tweede taak is klaar. Alsjeblieft, juffrouw. Het spel wacht. Laat het meisje zich uitdrukken. Ga op een rij staan. Schuif op, Dan. Zal ik op de voet van de zwarte cape gaan staan? Attentie, studenten. De regels voor de volgende test zijn... Je krijgt een koekje met een individueel patroon. Serveer koekjes aan de deelnemers. Hallo, wat doe jij hier? Moe van het eieren eten. Ik kan er niet vol van raken. De tweede etappe is bijna mislukt. Wegwezen, schaamteloze dieven. Auw, dit is de bodem. Ik hoop dat we nog wat bonussen krijgen. Deze wedstrijd ging mis, maar ik heb een ander idee bedacht. Laten we bidden tot het heilige touw? Serieus? Het lijkt erop dat er geen genade komt. Waar komt dit vandaan? Uit de vlecht van de reus. Waarom, Dan? Ik ben zelf ook geschokt. Het team dat harder trekt, wint. Zoek een effectieve tactiek. Idee. Ga, Danny. Trek. Ik wil mezelf niet voor schut zetten waar zij bij zijn. Gooi op de tel van 3. Geweldig. Mijn beurt. Besloot om op te geven, zwakkelingen. Zo is het goed. High five, vriend. Tieners, ze zijn raar. Uh-oh. Jullie hebben erom gevraagd, jongens. Sheriff Justice is gekomen om wetten te maken in dit land van chaos. Sandra maakt al het vuile werk af, amigos. Yo, broers. Je nam de verkeerde afslag. Haal jezelf bij ons weg. Ben ik duidelijk? Ze zal niet twee keer herhalen. Yeeha! Ik wou dat ik een bezorger was. Oeps. Hoe gaat het? Heilige inktvissen. Een beetje overdreven. Nu zullen Sandra's prestaties elke hoek bereiken. Heb je de ventilatorcontrole-inspecteur gebeld? Spoken hebben plezier. Oh, ik wilde een outfit stelen. De verkoper miste een geweldig voorval, nietwaar? Rustig maar, ik ben een gewetensvolle directeur. Hebbes, draak. Ga naar je voorouders. Ben een ambulance. Oh, verboden trucs. Het doet zelfs pijn om ernaar te kijken. Ik ben witter dan wit. Ik heb net een theeceremonie. Ik knijp de laatste adem uit je. Terreur op de universiteit. Lage slag. Linkse hoek. Hij zal niet lang meer leven. Ik wil het uit mijn geheugen wissen. Kijk in mijn ogen. Een vechter zonder regels. Ik wil het leven in hen zien vervagen. Ik weet niet zeker of we dit mogen zien. Dat is het. Ik kom voor jou.
Het meeste brein is woedend. Laten we gaan. Ja, we wonnen zonder moeite. Makkelijk. Waar zijn ze? Geef antwoord. Hoe kon je ze missen? Ik kan niet op je rekenen. Geen bewakers, maar een nachtmerrie voor de werkgever. Stressende omstandigheden. Hallo kinderen, waar zijn jullie gebleven? Ze kunnen zich nergens anders verstoppen. Kom tevoorschijn, stouterd. Rode schoenen, net als die van mevrouw Pierce. Het is veilig nu. Onze bioloog was de pop. Stilte, stilte, het gevaar is geweken. Voorzichtig, het pad lijkt vrij. Wat een avontuur. Vol spieren, weet je. Oh, ze blijft niet achter. Volg mij. Haasje, we passen hier allemaal in. Laten we de deur blokkeren met iets. Met een spreuk? Oh hemel, hoe is het mogelijk? Nou, sta daar niet als standbeelden. Neem plaats. Beter geen ruzie maken. Je hebt gelijk. Kom gewoon langzaamaan dichterbij. Hoe vaak kun je te laat komen? Ik begrijp het niet. Was het een luchtspiegeling? Hallo, ik zei ga liggen. Beest, de directeur is uit vorm vandaag. Uh-oh, ik zit in de problemen. Aan mijn voeten, slang. Wie heeft het gedaan? Het zijn allemaal kinderen. Ik ben niet schuldig. Je hebt de verkeerde aangesproken. Je kunt het beter aan Sandra vragen. Waar is ze heen? Ze was hier een minuut geleden nog. Heb een leuk leven. Hallo vrienden. Schrijf in de comments als je deel 2 van onze avonturen wil zien. Tot later.